Hele goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken. Mijn naam is Dennis en welkom bij een nieuwe vlog van Dennis Fishing Adventures. Deze week ga ik niet vissen. Ik heb gigantisch last van mijn rug. Ook van mijn schouders en mijn nek. Dus met dit baggerweer. Kijk, het regent constant. Dus met dit weer ga ik niet buiten lopen met mijn rug. Komt alleen maar die kou erop en het is niet echt bevorderlijk. Ik heb gisteren nieuwe plantjes gekocht voor de aquariums, dus daar ben ik nu lekker mee bezig. En dat ga ik jullie uiteraard laten zien, want de updates van de aquariums blijven natuurlijk gewoon komen. Dus daar komt ie. Kijk, de bak staat er fantastisch bij nog steeds. Ik heb hier een plantje erbij gezet. Die groeit straks lekker hoog over de oppervlakte heen. En hier heb ik een plantje bijgezet, die gaat ook als het goed is naar de oppervlakte. Dus het groeit straks lekker dicht aan de achterkant. Voorgrondplantjes gaan eindelijk een beetje goed, dus het groeit straks ook helemaal dicht. Visjes doen het perfect. Ga ik jullie even meenemen naar de grote bak. Daar heb ik ook plantjes weer voor gehaald, daar was weer op gevreten. Kijk, ik heb de rotsen volgezet met planten. Daar helemaal volgezet met planten. De spiegelkarpers groeien als een gek en worden ook echt steeds mooier. Kijk eens even. Blauwe winders gaan ook goed. Nog één goudvis. Die over is gebleven van de verhuizing. Ik heb een nieuwe rietkraag gekocht. Die heb ik in een hangbak geplaatst. Drie soorten. Dus hoop ik dat deze het wat beter gaat doen. Ze kunnen er in ieder geval nu niet bij om op te vreten. Deze gaat wat minder. Ik moet nog even iets op verzinnen dat hij gaat drijven. Volgende week ga ik wel weer vissen. Ik heb een mooie plekjes gezien waar ik eventueel weer snoeken. Dus ik ga toch weer proberen op de roofvis. Ik moet en zal die meterbak voor jullie eruit trekken. Belofte maakt schuld. Dus ja, ik ga het hier verder met de bakken. Ik ga de filters even verschonen. En dan zien jullie mij volgende week langs de waterkant. Tot dan, mazzel! Nou, het gaat al beter. We vliegen zo een beetje aan de kloten.
haalt je de lijn voorzichtig binnen, zodat de vlieg een beetje over het water sleept. Dan is deze wel een beetje nat, maar... Maar ik denk dat ik nu op een kleine 7, 8 meter zit. Een hele goede middag, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Dennis en dit is Dennis Fishing Adventures. Ik ben hier bij de Plas van Alle Winden en ik heb een vlieghengeltje bij me. Dus we gaan vandaag leren vliegvissen. Ik heb net een paar worpjes gedaan. Het gaat redelijk. Dus ik ga het jullie even laten zien wat het allemaal is. Ja, dit is de Plas van Alle Winden. Ik heb hier een mooi open plekje om te oefenen. Hier mijn vliegvishengeltje. Ik molentje om je lijn af te stropen. Dus de vliegvislijn die blijft drijven. Hier mijn hoofdlijn, oftewel de leader. En onderaan een vlieg. En dan ga ik even een paar worpen doen. Ik heb de spinhengel bij me. Ik heb een paar mooie plekjes gezien net om eventueel op snoek te gaan vissen. Dus ja, ik heb nog steeds die metersnoek beloofd aan jullie. Dus we gaan eens even kijken of we vandaag wat kunnen vangen. Leuk dat jullie weer kijken in ieder geval. Blijf erbij. En tot zo. Als je dit voor het eerst doet, zorg dat je 5 meter lijn uit hebt. Zorg bij de derde. Dus dat is een beetje de basis van het vliegvissen. Je begint met 5 meter lijn. Zo kun je een beetje beginnen met werpen. En zo ga je gewoon elke keer een metertje verder. Totdat je gewoon de perfecte worp hebt.
Je gooit niet vanuit je pols, maar je beweegt met je onderarm. Ik moet zelf nog even oefenen. Dus dat ga ik nog heel even doen. En dan gaan we zo even snoeken. Dus dan zien jullie mij straks weer langs de grachies. En dan hoop ik dat we die meterbak er eindelijk uit gaan trekken. Later. A few moments later. Oké, dit is dus het grachtje wat ik bedoelde, waar ik net langs reed. Helemaal door naar achter. Geen idee waar ik helemaal heen ga, dus ik heb de locatie van mijn scooter even opgesloten. Sorry. Even kijken of we hier mooie baars of snoek uit kunnen trekken. Laten we het hopen. Ik ben nou een beetje ten einde raad met het snoeken. Dus jullie zien me straks weer. Mazzel. Het is een beetje troebel hier, een beetje licht aarsje erop gedaan. Kijk, er zitten visjes. Er wordt gejaagd, maar... Althans, er zwemmen visjes. Visjes kunnen niet zitten. Een paar tikjes op het aarsje, maar nog geen echt goede aanbeet. Daar een paar bruggetjes. Gaan we zo even kijken of er snoek onder zit. We staan nu een kleine 2 uur te vissen, nog geen aanbeet, helemaal niks weer. Het is wel onwijs mooi weer. Ik sta hier lekker van het zonnetje te genieten. Heerlijk. Hier een paar worpjes doen, hier is de brug. Ik kan helaas niet verder, want er staan hekken. Ik heb ook echt geen flauw idee waar ik ben, dus ik hoop dat ik de weg terug kan vinden straks naar huis. Ach ja, we zien het wel. Het is heerlijk. Gelukkig geen last van bootjes hier zo. Gezelschap. Dikke rat.
Hop. Echt nog steeds geen stootje. Het is echt ongelooflijk. Ik vang helemaal niks. Ik heb eventueel de penhengel nog bij me, dus ik kan de polder nog in. Verderop nog een paar bruggetjes wat ik kan testen. Even kijken. Maar ik ben er bang voor dat er weer geen roofvis uit gaat komen vandaag, jongens. Sorry. One eternity later. Zo, daar zijn we weer. Ik was even een pokken aan het rijden. Ik ben inmiddels weer de polder in gedoken met de penhengel. Blijkbaar stond ik in schave zanden. Dus ik ben een klein half uur, drie kwartier onderweg geweest om hier te komen. En weinig beweging hier. Ik hoop dat er nog wel een karpertje uitkomt. Maar kijk, helemaal niks. Er is echt gewoon geen beweging. Gewoon 0,0. Ze hebben de slootjes weer rietvrij gemaakt. Helemaal top. Er ligt hier een flinke jongen te azen. Kijken of we die even eruit kunnen halen. Op het dobber. Kijk. Hangen. Oh. Een kleintje. Een mooie. Oké, even het schepnetje. Kom maar, vriend. Oké. Zo. Hé. En een vis. Ach. Ik moet het haakmatje niet verpakken. Het is maar een kleintje. Dan haak ik netjes in zijn hoek van zijn bek. Kijk. Mooi jong polderkarpertje.
Kijk eens, wat een beauty. Prachtig. Dan gaan we gelijk weer teruggooien. Oh, voorzichtig. En daar gaat hij weer op. Yes. Zo, ik hou het voor gezien. Helaas maar één visje. Het begint al te schemeren, het wordt ook kouder. Het mistelt een beetje, dus ik ga lekker richting huis. Ja, zonde, maar één vis. Maar ja, weet je, we zijn lekker buiten. Beter dan binnen zitten. Het is mooi weer. Dus, heerlijk dagje gehad zo. Dus ik zie jullie straks thuis weer. Tot zo. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. Gelijk visjes eten gegeven. Het is goed als een gek. Kijk. De handjes laten ze nu redelijk staan. Ik geef ze nu 2 keer per dag wat te eten. Ook de tropische bak is aardig dicht aan het groeien met planten. Het wordt steeds mooier. Vissen hebben ook honger. Nou, in ieder geval een lekker dagje gehad vandaag. Het was prachtig weer. Dus ik heb me wel vermaakt. Zonder dat ik maar 1 karpertje heb gevangen. Wel een heel mooi jong karpertje. Nou, in ieder geval allemaal bedankt voor het kijken. En vonden jullie het leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. Doe dat hier beneden. En ik ga die hongerlijst even eten geven. De katten, die hebben ook honger. Kijk. En dan zien jullie mij bij een volgende vlog. En dan zeg ik zoals altijd, vang een bak. Later!